kijkt naar deze nieuwe vlog. Ik ga zo meteen even een rondje rijden met Fantastico, deze jongen hier achter me. Ik heb net al gepoetst, hij was echt super vies weer. En ik heb hem opgezadeld. Hetzelfde zaaltje als ik net vorige keer op zomer had. Meneer doet even een tukje. Hij is weer aardig schoon, behalve zijn buik daaronder. Maar ja, ik koop nooit een wit paard, want die krijg je nooit helemaal schoon. Maar ik ga even een rondje met hem rijden. Ik gebruik daarvoor gewoon een touwhalster, die heb ik hier ook bij me. Zelfde als die ik ook bij sommer had. En dan gaan we eens even zien hoe hij het doet. Kijk, deze kant had ik natuurlijk nog niet laten zien, maar hier heeft hij dus hele lange manen. Ze zijn wel een beetje geel, maar ik ga nu opstappen. Nou, en zo is mijn uitzicht vanaf Fantastico. En ik bedenk me trouwens net dat het volgens mij de eerste keer is dat ik alleen met hem naar buiten ga. Hij is wel vaker alleen naar buiten geweest, maar ik ben nog niet alleen met hem naar buiten geweest. Maar tot dusver stapt hij lekker door. Gaat bijna draven zelfs al, maar hij is niet wild ofzo. Dat valt reuze mee. Kijk maar, oortjes naar voren en gewoon gezellig stappen. Sombra, Blaze zijn op een rijtje te wachten. En achter nog die kretten. Leuk hè? Om al je vrienden hier op te wachten. Kijk nou, hoe schattig op een rijtje. De familie met z'n drietjes. Leuk hoor, kinders, hè? En daar komt Vlekje aanlopen. Het is weer een beetje gewassen. Ik doe altijd na het rijden sowieso altijd de plek waar het zadel heeft gelegen. Hij zweet het natuurlijk altijd. En als hij voor de rest nog zweet, doe ik het ook. En in dit geval had hij ook allemaal zand onder zijn buik, want hij was natuurlijk een beetje wild door het water gegaan. Lekker draven door het water, dus ik heb wel zand eraan. Ik had ook in mijn schoenen trouwens. En weet je wat wel grappig is van Fantastico? Kijk, hij heeft 3 zwarte voetjes en 1 wit voetje. Leuk weetje. Kijk, Fantastico moet plassen, maar hij durft niet buiten zijn stal. Dus hij staat nu zo, al de hele tijd. En ik ga dan. Maar nee hoor, hij blijft gewoon staan. En inmiddels ben ik eventjes voer aan het klaarzetten en dit is wat ze te eten krijgen op het moment. We hebben compact gras, grasmix, hypo hay, nog een paar baaltjes gewoon hooi, maar dat wordt dus niet meer aangeleverd in Venezuela, en brok. En Fantastico, die krijgt grasmix en hypo hay en brok, dat heb ik hier in de ton zitten ook al. Die krijgt geen compact gras, want hij heeft wel een beetje extra nodig, een beetje extra power, dus er zit in de grasmix zit ook nog een beetje... olie en een beetje melassen en haverbrok. Dus dan heeft hij net even een beetje extra power bovenop het compact gras. Dus dat is wat hij te eten krijgt. En hij staat me hier aan te kijken. Voer staat allemaal klaar en nu ga ik even Blondie ophalen. Ze staat me al aan te kijken daar. Ja, je kan niet zien tegen de zon in. Maar kom maar Blondie, gaan we naar binnen. We moeten alleen hier even door de stal heen. Ja, kom maar Blondie. Kom maar, deze kant. Mag je naar binnen? Krijg je eten? Doe maar Blondie. Doorlopen. 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 Ja, doe maar. Chop, 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 chop. Kom maar. Kijk, daar gaan dan. Gangetje. Wee-ha. Doorlopen Blondie. Doorlopen Blondie. Ga maar niet naar Pogo toe, die vind je niet verliefd. Heel goed, heel goed, heel goed. Die kant, nog eentje verder. Nog eentje verder. Nee, nog eentje verder. Deze.
Daar hangt je kapje ook, zie je dat? Dat is je stelletje, doe maar. Ja, nee. Hoppelama, ja, goed zo Blondie. Hoppa. Nog even de vliegenkapje op. Ze hebben altijd snel last van traanoogjes. Mark helpt even met binnenhalen. Kijk, daar gaat hij hoor, met mijn vriend. Tango, twee mooie mannen. Daar is Maribel. Zo, de stelletje in. Sofietje, ook binnen. Scarlett, kom je eten? Kom maar. Ja, komt u maar. Ja, heel goed. Goed zo. Lopen maar. Zo naar binnen. Oei, je bent wel met je vies, Scarlett. Ja, goed zo. Zo je eigen stalletje in. Dat was hem weer voor vandaag. Alle paardjes staan weer binnen. Zijn weer lekker te knagen. Dus wij gaan ook lekker naar binnen. Lekker knagen. Eerst douchen en dan knagen en dan slapen. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren als je het nog niet gedaan had. Even een duimpje omhoog natuurlijk altijd. Comment hieronder vind ik ook leuk. En dan zie ik je weer in de volgende video. Doei!